dat het net gebeur en dat het net aangehou. En ek het in die begin gedink, dis is in Engels sê, a once off. Hier het ek nou een plaat en, ach, dit gaan nou as ek nou nie meer een student is nie. Dit gaan nou voorbij gaan, ek het geen behoefte nie. Ek was toe al verlief op my langmaar blonde man en ek wou trou en ek wou kinders hê en ek wou huis hê. En ek, sang was nie een prioriteit nie. 3 dae elke jaar gaan ek atelier toe en dan neem ek gauw een plaat op, jy weet, omdat hulle my druk om het te doen, anders ek sou nie eers uit my eie uitgezet, kan ek nie nog een plaat maak nie, nooit ooit nie. En dit het aangehou. En ons was een jaar Amerika toe en ek het gedink, soos daar terugkom, gaan allemaal van my vergeet. Toe wacht rapport my in op die lughaven. Toe, okay, dis nou dit. 16 jaar gelede, toe my oudste kleinkind gebore word, toe dog ek myself, jy weet, ek sit met al die kinderplate van die 70s, kan ek het nie op dit een paar van hulle, van die liedjes op een CD laat sit nie, want toe kom CD's nou uit. Toe sê my platemaatskapie vir my, maar jy het nou van platemaatskapie verander, ons gaan het nou oor opneem, dit gaan in elk geval moet ons dit een bykie een nieuwe aanslag, een bykie vars en so, ek sê, klink reg vir my, en ons neem die CD op, en ons noem hom Kinderland, nie eers Kinderland 1 nie, net Kinderland, en ek dog, aha, nou het ek een CD vir my kleinseun, ek het nie omgegee of hy uitgaan nie, op die rakke eers nie, lo and behold, daar word hierdie ding toe nou so sukses, dat ek binnen 1 jaar een tweede ene moes opneem, Kinderland. En dit is op die ou einde, hoeveel het ons gedoen? Dit was omtrent 11. En dit is toe dit gebeur het. Toe sê die persoon daarby, sou nie vir my nie, luister hier so, een DVD. Ek sê, wat is dit? Hy sê, dit is maar soos een CD, soos muziekvideo's, maar op een CD. Toch ek nie, maar dit klink lekker, want ek is nou gewoond aan muziekvideo's. Jy weet so, muziekvideo's klinkt vir my fantasties. En ten tyd ons by nummer 3 gekom het, die DVD, het ons vir Goompie geïncorporeer. Jy het ons besluit, ons het een karakterkie nodig, as deel van ons produksie. Dit was die beste besluit ooit. Verlede jaar, met een van die toekenningsaande, het ons weer een toekenning gekry vir Goompie. En ons het nog elke jaar die toekennings gevat. En ek het net, dit vind ek heerlik. Ek is vooral baie lekker, vir die platemaatskapie. Want hulle daai type ding nodig. Ek het gevoel, ek hoef het regtig nie te kry nie. Ek hoef nie 'n toekenning te kry vir enige iets nie. Ek is dankbaar om het te kan doen. Ek doen het vir my plesier, ek doen het vir die lekkerte, ek doen het nie vir inkomste nie. Ek het nie nodig om my loopbaan aan te gaan nie. Ek is eintlik klaar met hom. Maar jong mense het hierdie goed nodig om hulle te motiveer en vir hulle te sê, julle is op die regte pad, go for it, jy weet. En ek het net toe daar gestaan met my toespraakje en besef, nou is het tyd vir die jongens om oor te neem. Ons is nog daar, ons kry nog 'n toekenning. Laat mense dit onthou. Laat hulle nie nog praat oor, ach, jy nou nie alweer sy nie. Daar is sulke jong talent, daar is die wonderlikste talent. En ek dink, hulle moet nou kans kry.